Isa Schaap uit Mil speelt de hoofdrol in de film Het Magische Boek der Kristallen. Isa, hoe ben jij nou daartoe gekomen om in een film te gaan spelen? Nou, mijn vader las dat in de krant. En toen zei hij, is dat wat voor jullie? En dat vonden wij erg leuk. Dus toen hebben we een filmpje opgestuurd en toen mochten we auditie komen doen. Je zegt jullie, dat gaat dus over jou en je zus? Ja, mijn zus heeft ook auditie gedaan. En speelt je zus ook mee in de film? Nee, dat niet. Dus zij was wel enorm teleurgesteld? Ja, maar ze gunde het me wel heel erg. En hoe gaat dat nu in zijn werk? Want wanneer heb je dan opnames? Ze proberen ieder weekend te filmen en in schoolvakanties ook. Weet je hoeveel kinderen er mee hebben gedaan, auditie hebben gedaan? Ongeveer 30 meiden hebben auditie gedaan en van de jongens weet ik het niet precies, iets minder. Je hebt uiteindelijk een hoofdrol gekregen. Kun je iets vertellen over de film? Welke rol speel jij? Ik speel Mandy Visser. Dit is een heel verlegen meisje. En die houdt er niet van om in het middelpunt te staan. En die vindt het ook niet leuk om problemen te hebben. En ze vindt het dus ook niet leuk als ze in een groot probleem belandt in de film. Herken jij jezelf in de personage Mandy Visser die je speelt in de film? Nou, ik ben eigenlijk wel heel anders, want ik ben niet zo verlegen. En ik hou niet zo van problemen, net als Mandy. Maar verder ben ik eigenlijk veel. Ik hou wel van in de belangstelling staan. Wanneer is de film in de bioscoop te zien? Nog een half jaar duren de opnames. En daarna nog een half jaar monteren ongeveer. Dus ze denken dat over een jaar dat het dan ongeveer klaar is. Gaat er nou ook veel tijd in zitten thuis om teksten in te studeren? Nee, je hoeft niet heel veel tekst uit je hoofd te leren. Je moet het een paar keer overlezen en dan moet je improviseren over de situatie. Want je speelt ook toneel bij de toneelvereniging Miamtoka. Wat is precies het verschil tussen toneel en in een film spelen? Nou, bij toneel moet je heel overdreven doen en moet je heel hard praten. En moet je ook heel veel tekst uit je hoofd leren en dat hoeft bij de film allemaal niet. Wat vind je leuker en makkelijker? Ik vind toneel makkelijker, maar in de film vind ik leuker, ook omdat dat specialer is. Het is dus vrij moeilijk om als eerste keer in een film te gaan spelen. Heb je een begeleider of een coach? Of, ja, hoe kom je zover? Ik heb een regisseur, Lou. En Ed, die helpt ook mee en die test het beeld. En Mathieu helpt daar ook mee en doet ook het geluid. En die is er ook altijd bij. Waarom ben je eigenlijk een aantal jaren geleden gaan toneelspelen? Zit dat bij jullie in de genen? Ja, mijn vader speelde eerst toneel. En toen zei hij bij dezelfde club, alleen dan voor de ouderen. En toen zei hij, is dat wat voor jullie? Want er komt een groep voor de jeugd, voor Miamtoka. En toen leek mijn zus en ik dat wel wat. Spelen jullie thuis ook veel toneel met de hele familie? Nou, dat niet echt. En wat is de volgende stap na deze film? Nou, ik hoop dat ik dan wat bekend word. En dan wil ik graag nog wel in een film spelen. En dat hoop ik dat dan ook lukt. Heb je dan ook nog een voorkeur van een soort film? Een film die ook iets wat ook echt zou kunnen gebeuren. Dit is nou een fantasiefilm, dat is ook heel leuk om te doen. Maar het lijkt me ook wel leuk om in een film te spelen dat ik dan een bitch ben.